Den Haag FM en Den Haag TV staan deze week in het teken van Den Haag voor UNICEF. De kinderrechtenorganisatie UNICEF zet zich samen met alle Hagenaars een jaar lang in om kindhuwelijken in Indonesië tegen te gaan. Want ieder kind heeft het recht om kind te zijn. De Haagse cabaretier Paul van Vliet is al 23 jaar ambassadeur voor UNICEF. Nou, het heeft wel een nieuwe dimensie aan mijn leven gegeven. Ik zat een tijdje zo... Te denken in die jaren, wat wil ik nog met mijn talent, met mijn werkkracht? Wil ik zo doorleven? Wil ik alleen de showbiz? Ik wil eigenlijk iets meer doen met, met wat ik ben en wat ik kan. En toen kwam UNICEF op mijn pad via Aller Hebben, die mij eigenlijk daarvoor heeft gevraagd. En uh, ik was heel erg blij dat zij het vroeg, want het was een prachtige vrouw, dat niet alleen, maar ook een hele inspirerende vrouw die misschien wel de beste ambassadeur is geweest die UNICEF ooit gehad heeft. Zij heeft me er echt naartoe geleid, heeft verteld dat de laatste tien jaar van haar leven. ...haar unicef jaren de mooiste van haar leven waren. En dat na zo'n schitterende carrière als filmster. Dat heeft me ook al aan het denken gezet. Goh, is dat zo? Orly, de mooiste jaren. Hè? Misschien dat ik daar iets van meekrijg. Als ik dit werk ga doen en uh, ik heb niet lang nagedacht. Dat kinderen, toekomst, ze hebben ons nodig. Daar kan ik mijn werkkracht, mijn energie, mijn talent voor inzetten. En dat is gebeurd de laatste 23 jaar en mijn geloof in de organisatie is eigenlijk steeds meer gegroeid. En, uh, ik ben heel blij dat ik dat ooit besloten heb. Het heeft iets nieuws toegevoegd aan mijn denken, aan mijn voelen aan mijn leven. Is dat ook wat, waarom u voor UNICEF heeft gekozen? Omdat het, omdat het echt om de kinderen gaat? Ja, kinderen, toekomst. Hè? We moeten het van die kinderen hebben en die kinderen moeten het van ons hebben. Dus het is een gelijk oversteken. Zonder ons zijn die kinderen niks. Dus zonder UNICEF zijn die kinderen niks en vaak verloren. En wij moeten het van die, van die generatie hebben straks. Zij moeten onze wereld beter maken. Maar wij moeten nu hun wereld beter maken. We vragen kijkers en luisteraars om hun mooiste jeugdherinneringen op Den Haag FM te delen. Doe mee en maak kans op goodie bags en vipkaarten voor het One Festival. In het kader van Den Haag Unicef hebben wij een hele leuke actie. Jullie, Hagenaars, kunnen een verhaal vertellen uit je kindertijd: iets bijzonders, iets moois, iets leuks. Iets verdrietigs mag ze ook. En als wij dat verhaal erg goed vinden, dan wordt het uitgezonden. En dan kan je in aanmerking komen voor een prijs. En dat is een goodie bag gevuld met leuke dingen. Dus ga verzinnen. Ga terug in je tijd. In je verleden. En vertel ons iets heel moois uit je jeugd.